Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Deze aflevering gaat speciaal over discriminatie en pesten. Vandaag gaan we een filmpje kijken van een meisje die gepest wordt. En we vinden dat het moet stoppen. We gaan nu kijken naar de beelden. Yo kijkers, we gaan vandaag zo'n meisje pesten. Ze loopt daar, het is onze wijkonderzoekster hier, dus ja. Ja, hey, wat doe je nou? Wat doe je? Klopt. Ga weg. Ga weg, ja. Waarom pesten jullie mij? Gewoon. Als je vervelend bent. Ja. Ik weet toch niks. Maar je komt hier nieuw in de wijk en je hebt hier niet welkom. Ja, ga weg. Stomme pesten. Hebben jullie dat jeugdjournaal niet gezien of nee, zo? Nee. Ga dan kijken. Zoals jullie zagen was pesten niet echt heel aardig. Het gebeurt minstens 1 op de 3 keer op 1 school. Wij vinden dat dat niet kan, dus het moet stoppen. Daarvoor hebben we deze campagne begonnen. Stop met pesten. Ja, welkom bij een nieuwe vlog. We hebben geleerd van het jeugdjournaal. We gaan nu alleen nog maar lieve dingen zeggen. Sorry dat we je hebben gepest. Het spijt ons heel erg. Ja. Ik vergeef jullie. Wat is je naam eigenlijk? Victoria. Mijn is Beer. Mijn is Nizar. Wat heb je trouwens een mooi t-shirt aan. Dankjewel. Ja jongens, als je hier maar weer zo lief bent, gaat alles beter en is het allemaal veel leuker. Ja. En we willen zeggen dat dit het einde is van de vlog. Doei. Hoi, ik ben Louise. En ik ben Bente. Wij zijn groep 7C van de ProRegenschool. We hebben vandaag iets heel erg ergs gezien op straat. Een jongetje werd heel erg gediscrimineerd. Laten we snel gaan kijken. Hey, stom zwarte Piet. Hey, hou op. Ik ben gewoon een leuk breine jongen. 1, 2. Mag ik de commissaris spreken? Ja. Hallo, je spreekt met de politie. Er was een zwarte Piet en die ging heel erg tekeer tegen mij. Goed, we komen er gelijk aan. Waar is de zwarte Piet? Daar. Hey, wat pak je me? Ik heb niks gedaan. Je bent aangehouden wegens discriminatie. Hey! Wat je net hebt gezien, dat is gewoon een jongen die bruin is en geen zwarte Piet. Dus als je iemand ziet die wordt gediscrimineerd, bel meteen de politie, dan wordt er wat aangedaan. Dit was onze video. Doei! Doei! Hallo, ik ben Noeen en zij is Roos. Wij hebben vandaag een vredesbank geopend, voordat in Nederland vrede blijft. En daar krijg je nu een filmpje van te zien. Mag wij ook op de schommel? Nee. Waarom mag dat niet? Omdat wij zitten al op de schommel. Jullie zijn echt negers. Hey. Stop eens met ruzie maken en ga eens naar de vredesbank toe. Waar ligt die dan? Daar. Oké. Wat is er aan de hand? Zij hebben ons negers genoemd. Dat kan niet, jongens. Maar wij mochten van hun niet op de schommel. Maar in dit land zeggen we niet negers tegen elkaar. Nu sorry zeg, anders ga je naar de gevangenis. Sorry. Laat ervoor zorgen dat er meer schommels komen. Je hebt gelijk. Gaan we nu met z'n allen samen schommelen? Oh, okay. Doei. Dat was dus de vredesbank. Ik hoop dat die echt komt te bestaan. Doei. Vredesbank. Hoi, mijn naam is Huda. Mijn naam is Sarah. En mijn naam is Kiyomi. Wij zijn groep 7C van ProRegenschool. Er werd een jongen gepest vanwege zijn uiterlijk. We hebben 3 pogingen en ik geef nu het woord aan mijn collega. Oplossing 1. Terugvechten. Hey Dikkie. Ik ben niet dik. Wel. Heb je bewijs? Ja. Waar dan? Daar. En wanneer? Waarom ga je wijzen? Hé, hey, rustig aan, hè? Rustig. Hé, hey, afgekookte. Hé, hey, hoe anders wil jij? Oplossing 1 was geen goede oplossing, omdat het daar alleen maar erger op wordt. Oplossing 2, negeren. Hé, hey, Dikkie. Ik ben helemaal... Hé, hey, Dikkie. Dikkie. Dikzak. Da-da-da-da. Hé, hey, Dikzak. Dikkie. Dikke.
Oplossing 2 was geen goede oplossing, maar ze blijven maar pesten. Oplossing 3. Met elkaar erover praten. Hey, dikzak. Ik ben niet dik. Wel, heb je bewijs? Ja. Waar dan? Daar. Stop gewoon pesten, ik vind het toch niet leuk? Ik wil toch ook gewoon niet dik zijn? Inderdaad, je hebt gelijk. Ik zal het niet meer doen. Oké, maar zo. Oplossing 3 was het allerbeste. Conclusie, als je dingen met elkaar uitspraakt, komt het altijd goed.